hoe verlopen die overleggen over het algemeen? Is dat met een kopje koffie heel vriendelijk of gaat het er toch soms wel hard aan toe? In de politiek, als je gewoon in een afgesloten kamer buiten de publiciteit om met elkaar aan het praten bent, gaat het in de regel vriendelijk, maar wel heel zakelijk. Dus het gaat om dingen waar veel druk achter zit, die van groot belang zijn. Dat betekent, er wordt op een vriendelijke manier met elkaar gesproken, maar wel heel doelgericht en wel heel duidelijk naar elkaar toe. Die gesprekken zijn bijzonder intensief. Die beginnen 's morgens vroeg en dat gaat door zolang nodig is. En dan 's nachts wordt er weer aan teksten gewerkt, worden de voorbereidende dingen gedaan, worden de nieuwe onderwerpen naar voren gehaald. Dus het is een hele intensieve periode. Ik herinner mij van de keer dat ik informateur was, dat het keihard werken was. Ik heb wel eens iets meegemaakt in een van die informatiepogingen waar je zou zeggen, dan lopen de emoties wel hoog op. Maar tegelijkertijd zijn het allemaal mensen die door de wol geverfd zijn en ook beseffen dat ze vaak vanuit, als ze de deur verlaten, toch tegen de media zullen zeggen dat ze een vruchtbare en goede bespreking hebben gehad. Nou, een goede informateur moet in de eerste plaats dienstbaar zijn. Het is zo dat niet de informateur bepaalt wat er gebeurt, maar het zijn de fracties die moeten proberen met elkaar het eens te worden over een regeerakkoord. Die bepalen wat er gebeurt en met name hun onderhandelaars bepalen dat. Het is een activiteit waar je eer in stelt, maar tegelijkertijd moet je ook beseffen dat je er tegen moet kunnen om te falen in termen van succes of falen. En dat is precies waar het om gaat. Formeren is faseren. En dat betekent dat je vaak als informateur in een bepaalde eerste ronde beseft dat er nog ongetwijfeld 2-3 rondes achter zullen komen waar je dan misschien zelf geen deel aan hebt.